Jos, is deze goed? Is een beetje klein, hè? Ik vind deze boom hier vind ik een stuk mooier, hè? Om ergens neer te zetten. Leon? Ja? Wil jij mijn team? Deze boom is mooier, hè? Ja, moet ik hem zeker sjouwen? Nou, dat zou heel erg fijn zijn, inderdaad. Precies. Ja. Goedemorgen. Wij zijn in het prachtig mooie Haren, want daar zijn we uitgenodigd. Het is hier namelijk feest, wordt iemand gedoopt. Nu is daar de kerk. Ja. Dus je zou denken, daar moeten we naartoe. Ja. Maar nee, we moeten hier naartoe. Het gemeentehuis. Oh, want daar is de doop. Ja. Gemeentehuis, publieke ruimte. Ja. Kappie op. Leon, heb je er ook een? Ja, zeker. Goed. Zwembroek aan. Zwembroek aan. Slingers mee. Het is feest. Hè? We gaan ervoor. Nou, daar staat de nieuwe spruit. Oh ja. Het is geen baby. Nee, het is echt een reuzin. Ja, leg eens uit. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag wordt deze mooie reuzin ingeschreven in de registers van de gemeente Haren. Wij gaan straks bij Oosterwijk en het reuzengilde Oosterwijk heeft ons gevraagd om een reuzin voor de kern Haren te maken. Iedere kern in Oosterwijk heeft al een reuzin. En omdat wij dadelijk ook bij Oosterwijk komen, vroegen ze of wij er ook eentje wilden maken. En dit is ze geworden. Ja, Ineke, hoe lang zijn jullie hier nou mee bezig geweest? Bijna een jaar. Ja? Meer dan 11 maanden. Hoe is dit gemaakt, joh? De handen en het hoofd en de stok die zijn van polyester gemaakt. En dit is gevachtveld van een van echte... Dat is gewoon een echt schaap? Ja. Dat zijn de haren van een echt schaap, zeg maar. Was het een hele bevalling? Het was een hele... Over een bevalling gesproken zou je er niet aan moeten denken, zeg, dat dit eruit moet komen. Nee, precies. Het schaapje op de hand, dat is uit het oude wapen van de gemeente uit 1818. En de paasstok die je hier ziet, is van het traditioneel paaseier ophalen. Dat wordt ieder jaar hier door de kinderen gedaan uit Helvoort en Haren. En die maken dan een mooie stok, die kerven ze dan. En dan gaan ze langs de deur om paaseieren op te halen. Reusachtig. Reusachtig, ja. Om even in de termen te blijven. Ja. Hé, ze komt dadelijk bij jou thuis te staan. Ja, klopt. Heb je al een plekje? We hebben een... Is de kinderkamer al klaar? We zijn nog in verbouwing. We hebben een tijdelijke kamer die geschikt is. Maar ik hoop medio volgend jaar de echte kinderkamer helemaal gereed te hebben. Mm-hmm. Het wordt echt een prachtig iets. Leon, het is je geluksdag. Kijk eens wat ik hier voor jou heb. Die is voor mij? Het is de laatste. Okay. Hè? Op de doop. Op het nieuwe kind. Alsjeblieft, laat hem smaken. Ja. Wij staan dus in Haren. Even te wachten. En er komen hier twee mensen aanlopen. Hallo. Hallo. Hallo, goedemorgen. Jullie zien eruit alsof jullie al de hele provincie rondgewandeld zijn. Nou, de hele provincie niet, maar wel kort bij. Ja? Ja, waar komen jullie vandaan? Ik kom uit Moergestel. Ja? Maar dus komen jullie uit Moergestel lopen nu? Nee, we hebben de fiets en de auto in Vught gezet bij Hill City. En nu zijn we gewoon overal aan het lopen. Maar dat is al een flink stuk wat jullie dan al gehad hebben, toch? Ja, dat klopt. We zijn langs de Essenstroom. Ja, en dan vanochtend vertrokken om? 8 uur. 8 uur? Ja, 8 uur aangelopen. Dan moet je het wel heel leuk vinden als je op zaterdagochtend om 8 uur al gaat wandelen. Je moet iets doen om van huis af te kunnen. Ja. En dat is nu gelukt. Ja, en hoe ver gaan jullie lopen vandaag? 30 kilometer ongeveer. 30 kilometer. Zijn jullie ergens van aan het trainen of? Nee, gewoon voor de lol. Voor de lol? Ja. 30 kilometer wandelen. We hebben even bij kunnen kletsen, hè? Ja, maar dan hebben jullie veel te bespreken. Als je... Heel veel. Ja? Dan gaan we ook wat blikken. Aan naar huizen kijken en in de natuur kijken. En gewoon even... Koffie scoren. Koffie scoren, ja. Hebben jullie daar een tactiek voor?
Daar hebben we een tactiek voor. Heel goed. Deel hem eens met me. Dan vragen we wel onschuldig van, is hier misschien iets waar je koffie kan drinken? We hebben zoveel dorst. En 9 van de 10 keer zeggen de mensen, oh, dat doe hier maar eventjes. Dan mogen we buiten het bankje zitten. En dan hebben we een paar keer al koffie gekregen van mensen. Brabant zijn toch gastvrij? Ja, en een keer bij de kapsalon een keer. Kapsalon, daar kregen we meteen koffie en koekje erbij. Ja, okay. En zijn jullie elkaar dan nog niet beu dan, na zo lang lopen? Ja, nu onderhand wel. Nou, ik zou zeggen, waar gaat de reis nu verder naartoe? We zijn nu in Haren. De volgende stop is in? Nou, ik denk misschien Oosterwijk en dan zo, maar dat weten we nog niet precies. Nee, waar de koffie warm staat. Ja. Nou, ik zou zeggen, wandel ze. Ja, dankjewel. Houdoe. Een fijne dag. Houdoe. Oké, houdoe, hè. Houdoe. Die kant. Ja, dat kant. Ja. Daar begint het alweer mee. Nou, jongens, houdoe. Geen ruzie maken, hè. Lief zijn voor elkaar. On the road again. Just can't wait to get on the road again. Life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. Wij moesten komen. Ja, waarom? Wij hebben al bijna 15 jaar een traditie dat de kinderen van ons een kerstboom cadeau krijgen. En die komen we altijd hier bij Helma halen, want dat is nog familie van ons. Ja. En dan vonden we gewoon leuk dat jullie daar ook eens mee waren. Is dit het hoogtepunt altijd voor de hele familie? Eigenlijk wel. Ja, voor de kinderen en voor de kleinkinderen helemaal. Voor de kleinkinderen is het altijd, en vooral toen ze heel klein waren, dan was het een feest. En dan moesten ze een sjaal om de boom doen die ze uitgezocht hadden. En dan ging hij hem, of zijn zwager ging hem uitsteken. Dus ze zijn zo ver als het zijn kan. Ja. Dus ja. Meneer, een goede boom, waar voldoet hij aan? Dat is altijd de eerste boom op het veld wat mij betreft. Dat is lekker makkelijk. Ja, lekker makkelijk. Waar voldoet een goede boom aan? Eigenlijk gewoon de grootte en zo. De grootte, hij moet groot zijn. Hij moet groot zijn, moet goed voor kunnen zitten. En je moet nooit te veel ruimte in een boom overhouden. Je moet niet te laag hangen. Want niet dan, te laag. Als je komt het over je grond, dan zit het er ook niet meer uit. Ja, ik heb er verstand van volgens mij. We gaan bomen uitzoeken. Hup, 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 hup. Deze, voor in de woonkamer. Dat is wel snel. Ja, ja. Maar ik weet ongeveer hoe hoog de woonkamer is en dan komt er wel nog eentje buiten. Wat heb je nou, wat hou je nou op je zak? Nou, ditje van mij, hè. Oh! Ja. Ik heb een panty aangetrokken, dat is weer handig voor tussen de bomen. Niet handig, nee. Waarom deze? Nou, gewoon dik. Goeie boom, kan heel veel takken, dat is wel handig. En hij is ook niet overal heel bloot op sommige plekken. En nee, is dat... hij is goed vol. Ja. Is er nou ook wel eens ruzie geweest om een boom? Niet dat ik weet. Nee, volgens mij niet. Geen familievetes? Nee. Nee? Zou wel grappig zijn, maar nee. Tuin! Nou, het gaat altijd goed. Het is, we hebben gewoon een heel fijn gezin. Ja, maar wat druk krijgt van hun, dat is zo groot. Ja, daar zijn we heel lang. Ja, je wordt er bijna emotioneel van, joh. Ja. Ja. Dat is echt leuk. Echt... Dat is toch mooi dat... Nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen. Ja. Dat is toch mooi? Ik vind dat jij een hele lieve vader en opa bent, zo. Probeer ik te zijn, ja. 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 Ja, dat vind ik ook heerlijk. Ja. Ja. Wat mooi, joh. Ja? Ja, dat vind ik echt. Dat vind ik lief dat jij dat zegt. Ja. Ja. Is dit hem? Ja, dit is hem geworden. Ik vind hem wel klein als ik eerlijk ben. Ja, dat klopt. Maar wij gaan over 2 weken verhuizen. Dus wij zetten hem even bij opa en oma in de tuin. En dan komt hij in ons nieuwe huis. En wat voor kleurballen komen er nou dadelijk in? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ieder jaar wel wat anders eigenlijk. Ja, dan trek je gewoon iets vanaf de zolder en dan... Nou ja, ik koop gewoon iets nieuws. Is het nou toevallig dat u een rode overal hebt of is dat gewoon echt in de kerstsfeer? Dat is de kerstsfeer. Ja? Normaal heb ik een groene aan natuurlijk. Maar speciaal voor de kerst? Uiteraard. Komt er een rode. En ik heb net mijn muts opgezet. Dat hoort erbij, hè. Je bent er helemaal klaar voor? Helemaal. Kijk. Dat is hem. Ja? Doet en nou, een zakje eromheen. Als u afscheid moet nemen van de boom? Nee, echt niet. Nee, ja. Ik heb weinig gevoel. Oké. Tevreden over de vangst? Ja, van dit jaar? Zeker. Ja, zeker. Ja, zeker. Weer prachtige bomen. Ik moet de rekening even gaan betalen, maar.
Dat is een zorg voor later. Ja, daarom, het zijn, maakt niet uit. Het zijn mooie bomen. Zo is het. Nee, het zijn, we hebben goed uitgezocht. Nou. Nee, zeker weten. Fijne feestdagen alvast. Dankjewel. Het zonnetje schijnt heerlijk vandaag. Dus we hebben even een gezellig plekje opgezocht. We zijn er even voor gaan zitten. Jos, zit je goed? Ik zit hier heerlijk. Ben je er klaar voor? Denk het wel. Nou, wat gebeurt er allemaal op onze socials? Wat krijgen we zoal binnen aan berichtjes, zeg het u? Nou, we kregen onder andere een berichtje binnen uit Berkel en Schot. Want Joke en Dennis van Amersfoort. Dennis is vandaag precies jarig. Gefeliciteerd. Ze zijn ook nog eens 50 jaar getrouwd vandaag. Dubbel feest, kijk. Gefeliciteerd, zeg ik dan. En we kregen fotootjes binnen van Theo Nijlen uit Den Bosch. Die man is al een paar keer bij ons buske geweest. Wilde hij foto's komen maken, want hij wilde het buske in het miniatuur precies namaken. Nou, en, dat heeft hij gedaan. Hij is klaar. Ja, is klaar. En hij heeft ons foto's gestuurd. Ja. Hij is super prachtig geworden. Echt heel mooi. En we kregen trouwens een videootje binnen. Nog meer? Ja, van Caitlin uit Veghel. Die heeft namelijk een heel belangrijke boodschap. Hoi, ik ben Caitlin en ik wil jullie laten weten dat er ondanks corona nog steeds verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Zoals, ik zal er nu een voorbeeld noemen, dat mannen meer betaald worden dan vrouwen die hetzelfde werk doen. En ik zeg niet dat dat overal is, maar dat is er wel nog steeds, ook in Nederland. En ik vind gewoon dat hier, dat wij allemaal, ook mannen, hier iets aan moeten doen. Groetjes, doei! Beetje spannend dit, maar gaat het nog goed, Leon? Ja, boem me zo, hè? Ja. Jullie kennen mijn motto. Ja. Oh! Hey, maar het is niet voor niks dat ik zoveel moeite heb gedaan om de bus hierin te parkeren. We zijn namelijk in Terheide. En in Terheide zijn ze keigoed bezig. En dat heeft alles te maken met deze pakketjes. We zijn bezig om van Terheide een energie-neutraal dorp te maken. Dat wil zeggen dat we evenveel energie gaan produceren in eigen beheer als dat we gaan gebruiken. Ja, hè? Ja. Daar zit een boekje, dat hebben we zelf geschreven, met bespaartips. LED-lampen, energiemetertje, een flesje bier wat wij zelf gebrouwen hebben. Uiteraard. Daar ga je heel creatief van denken om energie te besparen. Echt, zeker. Een opwarmje, dus dat, is, dat past in ons. Het moet namelijk ook vooral leuk zijn. Denk hier nog in het hoekje? Pas wel. Zo, Theo, hoeveel doosjes zitten er in je auto? 30 ongeveer. Superleuk. Hoes. En let je nu ook al op dingetjes om energie te besparen? Ja, we hebben al zonnepanelen. Oh. Dus we zijn er wel druk mee doen in ieder geval. En dan is dit weer het volgende waar we mee bezig kunnen zijn. Hoe vind je dat nou dat jullie het als dorp samen doen? Want dat is eigenlijk wat dat vind ik heel mooi. Maakt, dat is heel mooi, dat is prachtig. En ook gewoon dat ze allemaal vrijwillig het initiatief en heel enthousiast zijn. Ja, dat vind ik echt bijzonder. Ja. En dat vind ik voor het rijden toch wel heel, dat is toch wel een opsteker. Goedemiddag, jullie hadden aangemeld voor een energiebox. Ja, zeker. Nou, hier staat hij. Tijdschakelaar. Oh, dan. Oh, en. Ja, dat kunnen we proberen. En een flesje bier. En een flesje bier voor de baas, hè? Voor dan, ja. En wat vindt u er nou van dat dit op het dorp gebeurt? Bijzonder. We zijn nog in Terheide. En in Terheide staat toevallig een bakkerij die een aantal jaar onze wedstrijd voor het beste worstenbroodje heeft gewonnen. Dus ik zou zeggen, Leon, wil je er eentje? Jos, komt erbij, Jonk. We hebben al taart gehad, maar nog geen worstenbroodjes, dus dat hoort er wel bij. En we hebben weer hard gewerkt vandaag. Het was een leuke dag. Maar aan alle leuke dingen komt het einde dus ook aan deze aflevering van het Brabants Buske. Maar niet voordat we jullie gaan vertellen waar wij allemaal te vinden zijn. Je kan ons vinden op Facebook, Instagram of stuur ons een WhatsAppje. Of een e-mailtje naar brabantsbuske@omroepbrabant.nl. En wie weet komen wij langs. Ik zou zeggen, houdoe! Houdoe!